Welkom bij de afscheidsvideo van de Suzuki Swift Sport, de hatchback die ruim een half jaar op onze redactie is verbleven. We hebben bijna 20.000 kilometer met deze auto gereden en het is de krachtigste hatchback op de Nederlandse markt die minder dan 1000 kilo weegt. Nou ja, wat zijn de sterke punten en wat zijn de mindere kanten van deze piepkleine, superlichte hot hatchback? Swift Sport valt eigenlijk een beetje tussen de segmenten in. Hij is te groot en te sterk voor het A-segment, waar bijvoorbeeld de Up GTI in zit. Maar hij is weer te klein en niet krachtig genoeg om een serieuze vuist te kunnen maken in het B-segment. Waar bijvoorbeeld de Fiesta ST natuurlijk de absolute topper in die klas is. Deze Swift Sport valt ook qua prijs een beetje tussen die beide segmenten in. Hij kost 25.000 euro. Er zit alles er eigenlijk op wat je kan wensen en misschien nog wel meer. Multimedia systeem dat redelijk werkt. Een beetje traag, niet al te mooie graphics, maar je kan je smartphone verbinden. Je kan er prima mee bellen en het brengt je waar je naartoe wil. Reacties zouden wat sneller kunnen. Menus iets logischer, zodat je het wat intuïtiever kan bedienen. Nu ben je toch wel geregeld wat langer afgeleid van het verkeer dan wenselijk is als je even iets wil veranderen. Maar aan zich is dit een systeem wat je mag verwachten in dit prijssegment. Airco unit, leuke draaiknoppen, climate control. Er is wel een dingetje met die airco. Die heeft toch moeite om de temperatuur in het interieur constant te houden. Dan gaat hij ineens weer heel hard blazen. Komt er weer echt een koude wind het interieur in. En even later houdt hij daar weer mee op. En in de wintermaanden, als je bijvoorbeeld met een natte jas instapt, dan had die airco toch wel moeilijk om de ramen vrij te houden. En dat geeft wel aan dat het een klein aircootje is met een beperkte capaciteit. Dan zit je vaak met z'n vieren in deze auto met natte jassen. Ja, dan schiet die toch een klein beetje tekort. Verder in het interieur een zitpositie die vrij hoog in de auto is. Op een goede stoel, goede steun, goede zijdelingse steun. Niet al te zacht zijn ze. Je zit er eigenlijk best wel oké in. We hebben ook nog een lang reisverhaal gemaakt. Dat moet nog verschijnen in Autovisie. We hebben toch een uur of 10, 12 per dag in deze stoelen gezeten. En eigenlijk zonder klachten. Eén dingetje van de zitpositie die niet helemaal perfect is. En dat komt doordat de verstelbaarheid van het stuur eigenlijk niet toereikend is. Je moet net wat dichter op het stuur zitten dan je zou wensen. En het stuur staat ook eigenlijk net een klein beetje te vlak voor een echte sportieve beleving. Maar over het algemeen zit je achter het stuur eigenlijk prima. Goed overzicht door die rechtopstaande raamstijlen. Als je natuurlijk altijd hebt bij een rechtopstaande voorruit, is dat je bij stoplichten toch een beetje zo moet gaan kijken om het stoplicht te kunnen zien. Maar voor de rest, de overzichtelijkheid naar voren is oké. Over je schouder is het redelijk. Je hebt natuurlijk een redelijk grote achteruitstijl, maar de raamoppervlakten zijn wel vrij groot. En bovendien heeft deze versie standaard een achteruitrijcamera. Dus met manoeuvreren en inparkeren zorgt deze auto zeker voor geen stress. En dat komt ook weer door zijn compacte buitenmaten. Als je soms op drukke parkeerplaatsen rijdt in het weekend, dan zie je mensen open plaatsen voorbij rijden omdat ze net te krap zijn. Maar deze Swift die draai je eigenlijk in elk gaatje wat je kan vinden. Kijken we dan nog even naar de veiligheidssystemen op deze Swift. Dan is het noodremsysteem, dat reageert ook op voetgangers, maar dat reageert eigenlijk nogal paniekerig en nogal wat vroeg. Het heeft een beetje de instelling beter een keer te vaak reageren dan te weinig. Dat is op zich goed, alleen die toon van dat systeem, dat is echt kei en keihard. En dat zou net wat verfijnder kunnen. Adaptieve cruise control met stuurcorrecties, zeker niet vanzelfsprekend in deze klasse. En dat systeem, dat houdt deze Swift behoorlijk goed tussen de lijntjes op een rechte weg, maar komen er wat bochten in, dan heeft hij toch wat moeite om hem binnen de lijnen te houden. Dan reageert het wat traag, dan reageert het wat ruw. En als je het dan vergelijkt met de rijhulpsystemen in 1 of 2 segmenten hoger, dan werken die duidelijk verfijnder dan het systeem in deze Swift Sport. Maar voor de duidelijkheid, het zit hier wel op. Het functioneert. Het zou alleen net wat verfijnder kunnen werken, zodat het wat meer buiten je belevingswereld optreedt. Kijken we nog even verder naar de interieurruimte van deze Swift Sport. Dan is die op de achterbank eigenlijk
best oké. Ik kan achter mezelf zitten, ben 1,80 meter. Voldoende beenruimte, voldoende hoofdruimte. Eén nadeeltje, en dat is vooral de instap naar die achterbank. Het achterportier is vrij klein. Je moet ook een beetje over de wielkuip heen stappen. En ja, dat gaat voor jezelf dan nog wel. Maar als je bijvoorbeeld een kinderstoeltje moet vastmaken of een klein kind in een kinderstoeltje moet vastzetten, ja, dan moet je echt een beetje naar binnen wurmen om daarbij te komen. Dus dat is wel een punt van aandacht als je deze auto fulltime gaat inzetten als gezinsauto. Ten eerste ook belangrijk om even naar de kofferbak te kijken. De kofferbak is op zich best oké qua inhoud, 265 liter. Klap je de achterbank plat, heb je bijna 1000 liter. Maar die kofferbak is vrij diep en vrij smal. En dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een kinderwagen, om nog even in de kindersfeer te blijven, er eigenlijk niet goed in past. Dan blijft die hoedenplank iets omhoog staan en is het zicht al belemmerd als je met een kinderwagen op pad gaat. Dus dat is wel een punt van aandacht als je deze Swift fulltime gaat inzetten als gezinsauto. Zomaar zijn dat je deze Swift Sport om hele andere redenen koopt. Bijvoorbeeld zijn lager gewicht, 945 kilo. Dat is echt heel weinig tegenwoordig. En als je dan bedenkt dat zijn 1.4 turbomotor 140 pk levert en 230 Nm. Ja, veel koppel, laag gewicht, dat staat garant voor uitstekende prestaties, kan ik wel zeggen. We hebben hem gemeten op 7,6 seconden naar 100. 7,6 seconden naar 100. Dat is echt snel. Als je kijkt naar het B-segment, naar de snelle GTI's met 200 pk uit die klasse, ja, die duiken allemaal net onder de 7 seconden. Dus dit is echt een hele snelle hatchback voor het aantal pk's dat hij heeft. En er komt bij dat hij veel koppel heeft en veel koppel in combinatie met een laag gewicht. Dat zorgt niet alleen voor aansprekende prestaties, maar dat zorgt ook voor heel veel souplesse. Hij heeft best wel lange versnellingen. En ja, die motor begint eigenlijk zo rond de 2000 wakker te worden en dan trekt hij door tot, dan begint hij te loeien tot 6000 toeren, maar tot 5,5 voel je hem sterker worden en boven de 5,5 dan zakt hij duidelijk in, dan begint hij te loeien en dan verliest hij duidelijk kracht, maar tussen, laten we zeggen 2,5 en 5,5 is hij echt sterk en door die lange versnellingen hoef je ook in de bebouwde kom. Hè. De drivability is heel goed. Je kan gewoon in 4 en zelfs in 5 kun je met 50 rondcirkelen. En als je dan gas geeft, dan bouwt hij eigenlijk mooi zijn koppel geleidelijk op. En dan versnelt hij ook gewoon zoals je wenst in stadsverkeer. Dus de drivability tijdens normaal gebruik is ondanks zijn sportieve inborst, of misschien juist wel door zijn sportieve inborst, eigenlijk hartstikke goed. Maar het gaat natuurlijk bij zo'n Swift Sport om het sport. En ja, dat levert hij ook hier. 1500 toeren, geef ik gas in 2 en dan, ja, dan trekt hij gewoon echt goed. Tussen acceleraties rond de 4 seconden van 80 naar 120 zijn gewoon echt hele mooie waarden voor een auto van deze prijs. 6 bakje, lange versnellingen zei ik al. Schakelt een beetje hakerig. Zeker als de versnellingsbak olie koud is. Maar over het algemeen kun je trefzeker schakelen. En ja, val je eigenlijk altijd terug in een gebied waar de motor koppel levert. En koppel in combinatie met een laag gewicht zorgt gewoon voor altijd een lekkere push in je rug als je gas geeft. Eén dingetje waar het wel aan ontbreekt in deze Swift Sport en dat is een aansprekend uitlaatgeluid. Hij ziet er leuk uit, mooie uitlaatmonden in die achterpumpen, maar ja, er komt eigenlijk nauwelijks geluid uit. Over dat uiterlijk gesproken, hij heeft een leuke bodykit, mooie spoilers, grappige carbon look-achtige Zeiskurs, mooie 17-inch wielen en dat zorgt voor een guitig, vriendelijk en verre van agressief uiterlijk. Je hebt natuurlijk van die sportieve hatchbacks die een beetje aversie opwekken bij medeweggebruikers door hun aanvallende agressieve uiterlijk of door hun enorm luidruchtige uitlaat. Maar dat heeft deze auto zeker niet. Nog een voordeel van zo'n lager gewicht is dat hij uitstekend remt. Er zit een fijn
pedaalgevoel in. Beetje zacht misschien, maar daardoor kun je mooi gedoseerd remmen in stadsverkeer. En als je wat harder trapt, dan gaat hij ook echt harder vertragen. En ja, hij staat op relatief smalle banden, hè, 195 breed, wel Continental Sportcontact. En daarmee staat hij binnen 35 meter stil als je een noodstop maakt van 100 km per uur naar stilstand. En dat zijn echt keurige waarden voor deze klasse. En dat doet hij ook, ja, 5-6 keer achter elkaar zonder problemen. En ja, dat is natuurlijk een voordeel van dat lage gewicht. Nog een voordeel van dat lage gewicht is zijn verbruik. Over de hele testperiode, bijna 20.000 kilometer hebben gereden, hebben we uiteindelijk 1 op 13,9 gescoord. 1 op 13,9, nou ja, de fabrieksopgave is rond de 1 op 17. We hebben tijdens de normronde, hè, tijdens onze eco-ronde, hebben we dat ongeveer benaderd. Dus je kan nog zuiniger rijden, maar als je de pk's en de newtonmeters een beetje gebruikt, en dat ga je doen in zo'n Zwiftje Sport, kom je toch uit op 1 op 13,9. Je merkt wel dat dit een licht autootje is, want hij voelt ook een klein beetje blikkerig aan. Afwerking is op zich oké, maar het materiaalgebruik is veelal glanzende harde plastics. Qua isolatie zou het ook iets beter kunnen. Vooral bandengeluid hoor je best wel goed en die motor hoor je ook wel loeien als je wat meer toeren gaat maken. Deuren slaan ook wat blikkerig dicht, dus er zitten allerlei voordelen aan dat lage gewicht. Maar je merkt wel dat het een wat blikkerig autootje is. Maar zo'n Zwift Sport moet je natuurlijk vooral kopen om zijn rij-eigenschappen. Nou, op de eerste plaats kun je deze auto prima elke dag rijden. Hij is zeker niet keihard. Hij is wel lekker stevig geveerd, maar hij is vooral heel zacht gedempt. Ik rijd nu op een hobbelige polderweg, maar ja, dat dempt hij gewoon prima af. En het weggedrag van deze Zwift is behoorlijk speels. Hij is zacht gedempt en dat zorgt voor behoorlijk wat beweging over de lengte en breedte as. Dus hij rolt en hij duikt flink. En dat kun je ook weer gebruiken. Eerst nog even wat anders gebruiken. En dat is de handrem. Want ja, dat is zeker niet meer vanzelfsprekend tegenwoordig. Dat je nog een lekkere ouderwetse handrem hebt. En een uitschakelbaar ESP. Dus je kan echt lekker handremslipjes maken met deze Zwift Sport. Maar even terug te komen op dat weggedrag. Hij is behoorlijk speels. Je kan hem... Ja, je kan hem lekker zetten voor een bocht, maar dan moet je wel een beetje een soort rally-stijl hanteren. Dus je moet een beetje de andere kant op sturen voordat je een bocht ingaat. Maar dan, ja, dan duikt hij op zijn neus, dan wordt die achterkant ontlast. Hè. Doordat hij vrij soft gedempt is, duikt hij behoorlijk op zijn neus, komt die achterkant een beetje omhoog. En dan wordt die achterkant los en dan wil hij gaan meesturen om het onderstuur, wat deze auto van nature eigenlijk heeft, om het onderstuur daarmee op te heffen. En daar wordt het toch wel een leuke auto van om mee te rijden. Maar een nadeel van die zachte demping is de tractie. De tractiebocht uit is echt vrij matig. Zoals je, hier heb je met je scherpe bocht. Dat ontlaste binnenwiel, dat gaat dan doorslippen en dan gaat de kostbare pk's gaan verloren. Of die gaan eigenlijk op in rook. Ik denk dat deze auto met een speerdifferentieel, een stuggere demper, echt veel leuker zou zijn om te rijden. Het is nu vooral een auto waarmee je prima de basisbeginselen van een sportieve voorwielendrijver kan leren. En qua concept klopt deze auto dan ook wel. Hij heeft relatief smalle banden, hij heeft weinig grip om het zo maar te noemen, hij heeft een laag gewicht. En daardoor kun je bij relatief lage snelheden, zoals hier op een polderweg, daar heb je niet zo heel veel ruimte voor marge. Hier, daar komt hij achter. Daar komt hij achter nog even. Kun je toch bij lage snelheden met het grensbereik van deze auto spelen. En dat, ja, dat is ook een kracht van zo'n Zwift Sport. En dat maakt deze auto heel geschikt om de basisbeginselen van een sportieve voorwielendrijver mee te verkennen. Om de sleutels van deze Zwift Sport in te leveren. En we zullen deze auto herinneren als een auto die bovengemiddeld goed presteert. En niet alleen qua snelheid, hè, want hij is echt vlot, maar ook qua zuinigheid en ook qua drivability. Soepele motor, veel koppel. En dat zorgt ervoor dat je met deze auto lekker kan rijden in druk stadsverkeer, maar ook als je wat sportiever gaat rijden. Qua praktische inzetbaarheid heeft hij een aantal beperkingen. Achterin niet heel erg toegankelijk door die smalle achterdeur en een kofferbak die niet heel praktisch bruikbaar is. Maar over het algemeen koop je met deze Zwift Sport een snelle, comfortabele, zuinige, maar vooral ook leuke hatchback.